Goedendag. Wat wisselend weerbeeld hebben we de afgelopen week gehad. En Dat zien we ook terug in het aantal zonuren bijvoorbeeld. Grote verschillen in het land. En al met al leverde dat dan toch op dat over heel het land gezien. de opbrengst van zonne-energie iets lager was dan wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Daar stond tegenover dat de windenergie het juist wat beter deed. omdat er toch ook vaak flink wat wind stond in de kustgebieden. En deze week hebben we ook. Uh, ja, flink wat wind in de verwachting staan en dat zien we ook terug in de cijfers. We verwachten een hogere opbrengst terwijl het met de zon nog steeds een beetje tegenvalt. Er is vaak veel bewolking en dat betekent dat de zon vaak schuil zal gaan. Op de weerkaarten kunnen we ook heel mooi zien dat de wind prominent aanwezig is. Dinsdag bijvoorbeeld passeert er een storing en rond die storing blijft het echt stevig waaien. De Noordzee, maar ook boven land. Dat gaan we goed merken. En als die storing gepasseerd is, krijgen we een vrijwel westelijke stroming. En met die westelijke stroming is toch ook vaak de wind best wel aanwezig. Dat gaan we vooral in de kustgebieden merken. Maar zo af en toe komt die wind ook echt wel wat verder landinwaarts. Verder zien we natuurlijk ook die wolkenvelden die overtrekken. En die maken het voor de zon af en toe best wel moeilijk. Vandaar dat die opbrengst voor zon, zonne-energie, wat lager zal zijn dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Maar de wind dus niet. We hebben grote windvaantjes staan en dat betekent dat het ja, qua windenergie een mooie opbrengst gaat worden, zeker op die dinsdag. Maar ook op de woensdag is dat het geval. Want ook dan verwachten we flink wat wind. Ook landinwaarts nog steeds. De zon die blijft wel wat achter door de wolkenvelden die overtrekken. Donderdag en vrijdag ook hetzelfde beeld, hoewel op donderdag dat toch met name voor de kustprovincies is dat het daar stevig waait, landinwaarts wordt de wind al wat minder. En vrijdag, ja, dat is eigenlijk een overgangsdag naar een ander weertype in het weekeinde, want dan wordt het juist zonnig weer en zal het met de wind heel rustig zijn. Wat ook goed te merken is is dat de avonden steeds sneller donker gaan worden en dat we dus ook al sneller het licht aan hebben. En misschien is het een goed idee om daar eens over na te denken. LED lampen bijvoorbeeld zijn een stuk energiezuiniger en misschien heeft u nog wel een aantal gloeilampen in huis die aan vervanging toe zijn. Nog een fijne dag.